Naast mij Arie van Buren, een van de jeugdleiders, ik mag wel zeggen enthousiaste jeugdleiders van DVS 33. Wat is daar nou het mooie aan, Arie? Nou Piet, werken met de jeugd is het leukste wat er is, omdat je ze kan enthousiasmeren en ze zijn een afspiegeling van de samenleving. Het is gewoon geweldig om die jongens bezig te zien. Winnen of verliezen is op dat moment niet het belangrijkste. Lekker bezig zijn met elkaar en ze inderdaad overal enthousiast voor te krijgen. Om er een goede groep van te maken, doe je dan ook nog dingen buiten het voetbal met zo'n club? Bij DVS is altijd wat te beleven. Buiten het voetbal om zijn er diverse activiteiten. En elk team heeft ook zijn eigen invulling ervan. En we gaan met het team zwemmen, uitjes, als jaarafsluitingen. Er zijn hier wel eens activiteiten waar ze nacht kunnen slapen. Dus het is hier altijd gezellig. Zou jij in een paar zinnen kunnen aangeven waarom goede voetballers die in aanmerking komen voor de selectie, niet alleen uit Ermelo, maar ook uit de wijde omgeving, juist voor DVS moeten kiezen? Bij DVS is in ieder geval zo, dat is ook bewezen, kijk maar naar de selectie van de eerste elftal, dat wanneer je goed bent, krijg je hier daadwerkelijk kansen. Daarnaast is het zo dat niet alleen een goede trainer belangrijk is bij welk team dan ook, of bij welke vereniging dan ook, maar het gaat er ook om dat je je kunt verbeteren met het niveau waarop je speelt. Dus wanneer je een goede selectie om je heen hebt, dan word je daar als speler automatisch al beter van. Dus daarom, wanneer je talent hebt en je hebt ambitie en je wil echt graag wat ervoor over hebben, dan kun je bij DVS goede kansen krijgen om je verder te ontwikkelen. Voor de jeugd van DVS is hier ook alle mogelijkheid om zich te ontplooien. Er zijn voorbeeldteams waar ze naar kunnen kijken, een hele fijne ambiance. Er zijn uitzichten, ze kunnen zichzelf zo ontwikkelen dat er ook die uitzicht komt op Vitesse, bij wijze van spreken. Maar ze kunnen hier ook in de regio alle creativiteit bij deze vereniging kwijt.